wordt en een kaartjesknipper die op zijn strepen moet staan. De nachttrein Amsterdam-Parijs wil wel eens ontsporen. Mettez-vous ici à la prochaine. Même si vous avez les programmes, vous savez à quelle heure le train peut quitter à Michelin. Écoutez, monsieur, si vous avez acheté un ticket à 21h24 à Mechelen, il y avait tout de suite un train pour aller à Turnhout. Il ne faut jamais aller jusqu'à Anvers. Il y avait un train à 21h24. Mais le problème est, maintenant, on va téléphoner les policiers à Roosendaal, on vient vous chercher, parce que normalement, ici en Belgique, vous êtes illégal, parce qu'avec ça, vous ne pouvez pas rouler en Belgique. Il faut rester à Hollande. Wij vertrekken vannacht van Roosendaal. Roosendaal is het grenspunt tussen Nederland en België op Nederlands grondgebied. En wij rijden tot Aulnoy. En Aulnoy, dat is het eerste grensstation bij het binnenrijden van Frankrijk. Wij stoppen in Berchem, Brussel-Noord, Brussel-Zuid en Mons. In Frankrijk hebben wij een half uur tijd om van trein te veranderen. En dan komen wij terug richting Roosendaal. Een hele nacht lang. Tot morgen vroeg 7 uur. Goedenavond. Vervoerwijzer alsjeblieft. Ja, denk je wel. Vind je het een lastige trein om te doen? Het valt mee. Het is een trein waar je zo af en toe wel wat meer water kunt verkopen dan op andere treinen. Waarom? Ja, omdat er toch wel. Het is toch een trein die gekend is voor. Er toch wel mensen op zitten die naar Rotterdam gaan en zo. Om wat te doen? Om wat te doen. Een beetje een hash en zo te gaan halen en zo, zeker van die dingen. En wat kunnen die dan met dat water doen? Ja, een beetje bekommerd zeker van alles wat ze gerookt hebben en zo. Hè. Je ziet dat ook wel aan de mensen hun oogjes en zo soms. Allee, ja. Dus die trein is ervoor gekend. Hè. Ja. Je ziet het gewoon, broer. Mensen gedragen zich anders. En ook verschillende mensen dat je soms dezelfde gezichten die je toch wel tegenkomt en zo. Mensen die tegen de conducteur zeggen van ik kan niet betalen. Maar dat die aan mij dan wel opeens kunnen betalen. De conducteur komt dan vragen van kunnen ze toch betalen in welk geld en zo. Ja, dus, een rare trein. Een belevenis. Wat zijn problemen? Wat is agressie? Het kan van verbaal gaan, sommigen zijn fysiek al bedreigd geweest. Ik persoonlijk nog niet echt fysiek bedreigd. Wel al verbaal, maar ja, dat is. Ze proberen om gratis te reizen en dan krijg je wel al eens pogingen van. Ik betaal niet, ik wil niet betalen, ik heb niks om te betalen. Dat is. Dat vooral op die nachttrein. Het zijn dus meestal jongeren, Franse jongeren, die de oversteek maken Frankrijk richting Nederland. En vooral op de nachttrein en in de weekends. Licht mag uit. Thank you.
mensen die smokkelen, dat proberen wij eigenlijk niet in de gaten te houden, zuiver omdat het ons beroep niet is. Dus wij richten ons tot de controle van de biljetten, geven van informatie. Maar wat die mensen verder in de trein doen, hebben wij eigenlijk niks mee te maken. Waarvoor die reis afleggen, hebben wij eigenlijk niks mee te maken. Is het zo, ik kan het beter niet vragen, dan heb ik er ook geen problemen mee? Ja, zo is het eigenlijk, ja. Ce train ne fait pas arrêt à Bruxelles Centrale, vous savez? Bruxelles Nord ou Bruxelles Midi? Ça va? S'il vous plaît? Goedenavond. Ticket, alsjeblieft. Je moet dikwijls heel aan rem zijn. En dat leer je ook. De eerste maanden dat ik op de trein kwam, dan was het zo'n beetje met drempelvrees. Je moet dat leren om tegen iemand te praten die je eigenlijk niet kent. Ik was vroeger heel schuchter, maar met dit beroep te doen is dat heel veel verbeterd. Je doet ook een enorme mensenkennis op. Als een reiziger een fout maakt, probeer je ook vast te stellen of die dat bewust doet of dat die niet op de hoogte is van de geldende reglementering in verband met de biljetten. Want voor ons is het al enorm moeilijk om het grote aanbod aan biljetten, om die reglementering te kennen. Dus ik kan begrijpen dat het voor de reiziger nog veel moeilijker is om bij elk biljet de juiste richtlijnen daarvan op te volgen. Oui, oui. Je vais le faire d'abord et puis je vais compter pour l'argent français. Voilà, s'il vous plaît. Oui. Goedendag, bonjour. Contrôle billet, s'il vous plaît. De tickets, please. Oh. Alsjeblieft. Hier controleer je al voor ze op de trein stappen. Nu controleren we in Brussel-Zuid de reizigers die opstappen voor het vertrek. Omdat we anders die paar tientallen die erop stappen, die kunnen we moeilijk heel die trein terug alle lichten gaan aansteken en iedereen gaan wakker maken om desgevallen de controle te doen. Zeg, die mannen daar nog? Ja, is oké. Hallo. Bonsoir, goedenavond. De tickets, s'il vous plaît, de biljetten, alsjeblieft. Dank u. Parlez français? Oui. C'est un ticket du 29. C'est déjà utilisé hier. Ah ouais, je devais rentrer. Vous avez encore un autre? Non, j'ai rien, j'ai celui-là. Je peux pas monter dans le train? Non. Il faut avoir un ticket pour vous et encore un ticket pour l'animal aussi. Hein. Pour l'animal aussi, oh, ouais, oui. Vous avez acheté le ticket à Bruxelles hier à 9h30 le matin. Eh ben ouais, c'est uniquement valable. C'est uni... ouais, ben ouais, partir... Je suis parti à Mons pour revenir ici, l'aller-retour. Ouais. C'est pas valable. Il faut acheter un nouveau ticket pour vous et pour l'animal. Pour l'animal aussi. Et ouais. Combien? 60 francs. Jusque Mons. Oui, jusque Mons. Tout à l'heure, il m'a dit 50 francs. Qu'est-ce que vous allez faire? Payer un autre ticket ou... Ou quoi? Je sais pas. Je voulais que je fasse quoi? S'il faut un ticket pour monter dans le train, je vais acheter un ticket. Ouais. Et
Oké, ça va. Vous avez encore 3 minutes hein, pour acheter votre ticket. Hein. Toch even nerveus? Nerveus niet, maar zo'n hond, daar heb ik het niet helemaal mee. Zeker als ze die even loslaten dat die mag komen, dan daar heb ik het niet op. Dat soort situaties krijg je wel meer? Zo het, dat gebeurt, aanbieden. Dat krijg je meer. Dat ze dus met die ketel van de dag ervoor proberen te reizen en nu proberen te overbluffen van mijn ticket is wel goed, jij weet het niet, dat komt wel eens voor. En hij heeft dus klaar en duidelijk dat ticket gisteren in Brussel gekocht, gistermorgen. Excusez-moi, vous pouvez pas me faire un ticket que je paye dans les 5 jours quand j'arrive à Mons. Ça c'est le problème. Pour moi et pour le chien. Vous avez une carte d'identité? Ouais, j'ai une carte d'identité. Mais ça va coûter plus cher, hein, vous savez. Hein. Ça va me faire combien jusqu'à Mons pour moi, chien? C'est... Mais je paye dans les 5 jours. Hein. Ouais, mais normalement c'est 1000 francs. Hein. Ça, c'est de la réclame téléphone, c'est pas possible ça. C'est hein? 3... Tu payes les trajets de Mons plus 80 francs d'amende. Non. Si vous prévient le contrôleur avant de monter dans le train, c'est ouais, moi je prends le train tous les jours, monsieur, je suis abonné, quand même, vraiment, regardez. Je connais le système, moi, de la SNCB. Tous les trajets avec des 1000 francs. Non, mais sérieux, vous ne pouvez pas me faire. D'abord, vous essayez de donner un ticket de hier. Mais non, mais c'est parce qu'on est à 1h du matin là. Vous êtes belge? Non, je suis français. Français? Je suis désolé, mais sans ticket, vous partez pas avec. Rijden van Brussel, binnenrijden van Brussel. Ik vind dat wel een mooie nachtbeeld. Dat is zo. Het teken dat het leven ook nog verder gaat met gesloten stations. Dat die trein dan toch buiten rijdt en terug binnenkomt. Als je je papieren invult, die zegt toch wel alles. Ja, dat is de districten echt dat ik belang aan. Dat vind ik dus met internationale treinen het grote nadeel van al die verslagen. Elk land waar dat die trein doorrijdt, dan moet daar van die grote 2 krijgen. Bij ons, elk district waar we doorrijden, die moeten daar ook een briefje van krijgen. En dat vind ik. Dat zou beter zijn op Oxo bijvoorbeeld. Een boekje met 1 of 2 exemplaren erop. Dat je s'avonds, of als je na het dienst einde, gewoon afkijkt. Schaven hier, hè? Ja, er zijn een paar mensen die vertellen dat ze het een en het ander hebben voorgehad. En ja, dat wordt dan nadien rondverteld en verder verteld. En wat is daar dan uiteindelijk nog van waar, van die verhalen? Zijn dat dan conducteurs onder elkaar? Dat zijn misschien conducteurs onder elkaar, collega's onder elkaar, reizigers. Dat zijn dus reizigers die door hun uiterlijk sommige mensen een heel onveilig gevoel geven.
En dan gaat die reiziger zich ergens bedreigd voelen door iemand die er misschien wat raar uitziet, die zijn haar anders gekleurd heeft. Tijdens de controle is er dus een Amerikaans koppel, twee jonge meiden. En daar zitten dan twee Afrikanen, waar er ene zijn haar rood van laten verven had. En die meiden die voelden zich bedreigd door die jongen die zijn haar had laten verven. En die willen dan ineens toch hun plaats gaan innemen in de couchette. Terwijl die mensen eigenlijk op het eerste zicht eigenlijk niks abnormaal gedaan hebben. Sorry. Vous avez de l'argent pour payer le voyage? Si je l'avais, monsieur, réfléchissez. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Vous êtes français? Ouais. Vous restez en France? Disons comme je vais très rarement en Belgique. C'est la première fois. Rarement en Hollande. Je fais une connerie, je l'admets, bien sûr. Disons pour ma bébé, c'est un peu banal, je ne suis pas un habitué. Moi, je propose que vous payez le voyage. Vous avez combien? Je vais faire un ticket. Combien? 200. Déjà, de quoi manger? 200 francs français. De quoi? Oui, moi je coupe la poire en deux, j'en garde 150 pour vous payer, parce que je m'excuse, je ne me prouverai pas pour vous bouffer. J'en ai 300, je veux bien donner 150, mais pas du tout. Hij gaat mee tot Brussel-Zuid en daar moet hij eruit. Hoe zetten hem dan gewoon van de trein? Dan wordt een vaststelling gemaakt van de grens tot het station Brussel. En daar gaat hij mee met de politie. En dan is het aan die mensen. Is dat nu een sociaal geval? Het is een type, ja, je kunt hem als sociaal geval bekijken, maar hij is Fransman. Ik kan aannemen dat iemand die problemen heeft, die gegeld heeft, dat die komt verzoeken om mee te rijden richting naar huis. Maar geen geld, zonder geld vertrekt je niet van huis. Dat is ergens een principe. Als je daar niets tegen reageert, ja, dan kun je evengoed niet meer meerijden. Geen personeel meer op de trein zitten. Ik vind het niet logisch dat de meeste mensen betalen en dan af en toe zoiets die zegt van oh, ik betaal niet en ik rij wel met die trein, om 8 uur ben ik in Amsterdam. Ik vind dat dat niet kan. Sociale gevallen, illegale, et cetera. Mensen die niet veel geld hebben, hard aanpakken. Ik kan me niet voorstellen dat dat altijd gemakkelijk is. Ik weet niet. Is dat hard aanpakken? Ik vind ergens... We hebben ook nog een taak. En... Maar je hebt ook nog een hart, hè, natuurlijk. Je hebt nog een hart en dat kan je laten spreken, maar in zo'n gevallen... Je kunt ze allemaal niet uit datzelfde hart laten mee eten, hè? Vind ik persoonlijk. Maar je moet er altijd weer beslissen, iedere keer weer. Ja, dat is dus geven, nemen. En je moet dus proberen van op je standpunt te blijven. Ik vermoed zelfs dat die jongen straks in Brussel zijn centen gaat klaar hebben en heel de reis gaat betalen. Dat voel ik. 10 jaar ervaring. 20 jaar ervaring. Je gaat dat niet geloven, maar ik voel dat. Serieus.
Thank you.